zoals alle clubs, is ook Ruppelboom constant op zoek achter het vinden van gemotiveerde jeugdtrainers. En we hebben onszelf een tijdje geleden de vraag gesteld waarom we ze niet gingen zoeken binnen de eigen club. En we hebben dan onze 16- en 17-jarigen aangeschreven met de vraag van: willen jullie een versnelde opleiding volgen als jeugdtrainer? En we hebben daar een enorme respons op gekregen en we hebben die sessie gedurende een zevental weken met de jongens afgelegd. En wij vinden dat daar het gevoel daarbij is dat we eigenlijk daar een aantal jongens hebben getroffen die zeer gemotiveerd gewerkt hebben, die veel bijgeleerd hebben in die enkele weken tijd. En wat nog belangrijker is ook, ze hebben alle zeven een binding met de club. Ze spelen hier al jaren jeugdvoetbal. Ze zijn nog jong, ze kunnen voetballen, ze zijn zeer gemotiveerd. En we denken en we hopen dat er in de toekomst een aantal zeer goede jeugdtrainers voor Ruppelboom gaan. Ik ben wel geïnteresseerd in het coachen van jonge jongens, omdat zij op die leeftijd nog heel veel kunnen leren. En ik wou ook wel, alleen na mijn voetbalcarrière zou ik misschien wel jeugdcoach willen worden. En via deze opleiding zou dat kunnen.